Mag de vreemde gezet zijn. Nee. Even kijken, wat mij omgaat, is het volgende. Wat staat hoog in het vaandel? Als wij zeggen we hebben het over Hankido, wat vinden wij super belangrijk? Balans. Als je balans, ja, precies. Balans. Hoog. Vloeiende beweging. Cirkelpas. Ja? Wat nog meer? Ik mis flow. Het. Hè? Flow en harmonie. Hebben ze al genoemd? Oh, ik ben te laat, gast. Maar ik ben doof. Wat nog meer? Wat doen wij bij Hankido? Wat is super belangrijk? Tegenstander uit balans brengen. Dat doen we. Zelfverdediging. Zelfverdediging, ook ja. Ik kom er steeds niet. Overnemen. Hé, hey, kijk. Dat is het, daar zoek ik naar. Je tegenstander of je partner, ik noem het liever een partner, want tegenstander is het niet echt. Zijn kracht gebruiken. En, dan is de grote vraag, hebben jullie dat net gezien? Iemand? Ja, ons komen. Hebben jullie dat net gezien? Ja, ik hoor niks. Hij is erbij. Ja, we leggen door. En nog een keer. Volgens mij niet. Nou, no, ja, nou oké, okay, maar dan gaan ze erop letten misschien. Maar nog een keer. Expres overdreven. Kijk, David wordt aangevallen. Nou, wat zagen we net gebeuren? Wat zou er net gebeuren? Hij wordt vastgepakt. Wat gebeurt hier? Op dit moment. Hij doet niks. Hij remt Levi af. Hij zet hem gewoon stil. Daar komt de feit op neer, of niet? Doe je dat even of niet? Let je dan? Nee. Want wat zie je gebeuren? Toch? Hij grijpt naar mijn pols. En wat doen de meeste mensen? En ja, we hebben dan hoger ons vaandel staan. Wij gebruiken de kracht van onze tegenstander. Bats. En die gaat stilstaan en die gaat staan afwachten. En dan gaan we eens een keer. Oh ja, ik zal eens even gaan bewegen. Toch? Of niet? Ja. Ja. Ja, toch? Nou, maar hoe kan je dat oplossen? Kijk, iemand komt op je af. Grote, sterke vent. He? Die wil mijn pols vastgrijpen. En ik ga hem stilzetten. Ben ik dan zijn kracht aan het gebruiken, zijn snelheid aan het gebruiken? Nee, nee, niet. Dus waar gaan we op letten? En dan houden we hem weer. Wat zeg je? Houden we hem weer. We houden hem weer. En dan komt een heel belangrijk puntje naar voren, dat is timing. En ja, dit is, ik neig eigenlijk een klein beetje naar hogere banden, zeg maar. Lage banden hebben misschien wel meer moeite mee, omdat ze natuurlijk nog steeds met de techniek zelf bezig zijn. He, maar op den duur zou het er eigenlijk in moeten komen dat je gaat timen, dat je gaat letten op de snelheid, op de kracht die je tegenstander kan komen. En dat vind ik, zie je te weinig. Dus daar, het gaat mij vastpakken en ik ga daar gelijk op reageren. En van daaruit gaat mijn cirkeltechniek natuurlijk verder. He, en dan kan ik die inzetten wanneer ik nu wil. He, bijvoorbeeld op dit punt. Zou zomaar kunnen. Het zijn allerlei mogelijkheden, maar... En de volgende stap is dan, waar zit zijn kracht? Hè? Op welk punt is hij? Is hij aan het vastpakken? Of, komt hij naar mij toe, laat ik het zo zeggen. Of neemt hij zijn kracht naar, ja, David neemt de kracht naar jou toe, zeg. Ja, trek, laat ik het zo zeggen. Kom plat, pak hem eerst even deze beweging. Om het gemakkelijk te maken, puur even op die timing letten. Bewegen op het moment dat je vastgepakt wordt. Snapt iedereen? Ja? En dan voor de rest, ik even snel. Alleen maar gaan bewegen. Bewegen, bewegen, bewegen. Dus niet iemand afremmen. Timen, let op wanneer hij gaat grijpen. Laat je vastpakken. Dus ga in ieder geval, ik ga hem al van overnemen. Laat je vastpakken. En op dat moment gaan we bewegen. Met pakken als je dat wordt lastig. Dan zoek iemand uit. Niet een twee ossen bij elkaar. Ja. Hij staat mooi diep. Ja, dat weet ik ook. Ja, jij trekt het naar het positief toe en ik trek het eigenlijk een beetje naar negen. Ik denk dat dat. Ja, wat was het nu? Je vindt het doet niet. Nee, vind ik geen te veel last van. Let op, wat doet hij? Wat doet hij? Leef van ja. Zijn elleboog enorm naar boven drukken.
met zijn armbond had zijn schouder omhoog. En krijgt een hele geforceerde beweging. Op het moment, ik val jou aan, Levi, en dat doe je even wat je net deed. Elleboog omhoog. Dat vind ik fijn. Dat vind ik prima dat je zijn elleboog omhoog doet. Het is je hartstikke kwetsbaar, ben je meteen uit balans. Dus dat is een heel belangrijk puntje. Als jij aangevallen wordt, hou die elleboog omlaag, hou die schouders laag. Ontspannen houden, elleboog altijd omlaag houden. Op het moment dat die elleboog omhoog gaat, hè, ik doe het heel overdreven, ben ik hartstikke kwetsbaar, geen zo'n aangepunt hebben. Dus dat is een heel belangrijk punt. Het tweede punt is dat je heel vaak mensen gelijk vanuit deze beweging zijn zoeken. Gefixeerd op die eerste zinnen, die zeg nu maar kiezen, zie ik gelijk proberen te bevrijden. Helemaal niet belangrijk. Leven is in beweging. Daar ga ik gebruik van maken. Die bevrijding die komt wel. Wanneer ga ik die bevrijding inzetten? Hier, hier, nou misschien wel hier. Geef ik wel. Hij is nog in beweging. Dus, ik zeg niet te fixeren op die bevrijding, die komt wel. Ik pak hem, die bevrijding al dicht, hè, als het mij uitkomt. Ja? Dat is voor jullie moeilijk. Ik ben heel erg gefixeerd natuurlijk op die beweging zelf. Op de hogere banders, die zouden daar een klein beetje meer gebruik van moeten kunnen maken. Ja, dus we gaan dezelfde beweging proberen te maken, maar dan met nummer 1 erachteraan. Snap iedereen wat ik bedoel? Of is het een beetje... Ja, dan ga je de stand als de rest. Als je niet snapt, dan hoor ik het graag. Ja? Belangrijk is dat je in je goed op je werkgebied blijft. Dat is je bandhoogte een beetje voor je, hè? In dit gebied zeg maar. Kom je buiten, heb je een probleem. Dan kan je de techniek niet meer uitvoeren. Dus heel belangrijk, let op dat je in je partner, in dit geval is, voor jou, in jouw werkgebied. En niet in zijn werkgebied, hè, die hier ergens, maar hier, hè, hier ben ik het sterkst. Oké, het tweede puntje, daar was net al mee bezig, je balans. Op welk been staat jouw gewicht? Super belangrijk. Op het moment dat hij mij vastpakt, hè, en ik heb mijn gewicht op mijn voorste been staan, en ik doe daar niks mee, afgelopen. Richting te pakken als het ware. Hij kan ook niet trekken. Als je dat wil, zie je dan hartstikke uit balans. Pakt hij mij vast en zet ik mijn gewicht meteen op mijn achterste been, nou heb ik ruimte. Nou heb ik mogelijkheden. Dat is goed, zijn de vogelbanden zo. Een beetje dat ik wel aanwezig. Wagenbanden is natuurlijk iets lastiger. Maar het kwestie van gewicht verplaatsen. Er is niet heel veel voor nodig. Je hoeft echt geen stappen te gaan maken, achteruit stappen. Dat ben je waarschijnlijk te veel aan het doen. Maar nu eventjes van je voorste been, want je wordt vastgepakt, hè, naar je achterste been. Zie je, en ik heb ruimte. Ik kan gaan bewegen, ik kan blijven bewegen. Ja? Snapt iedereen dat? Een beetje duidelijk? Oké. Volgende stap. Nou, dit was eigenlijk de makkelijkste beweging. Want wat doe je? Je wordt vastgepakt. Die kracht die gaat eigenlijk voor mij door. Maar nou kan je ook in een situatie terechtkomen dat die kracht, hè, dat je duwt mij de andere kant op. Zie je? En nou duwt hij mij een beetje in de problemen. Toch? Ja? Hoe ga je daarmee om? Dus hij duwt, ja, die kant op. Dus in plaats van dat ik hem voor mij door kan sturen, duwt hij mij. Snapt iedereen dat? Dan voor je door duwt hij mij een beetje in de drukking. Hoe kom ik daaruit? Ja, hoe los je dat op? Hè? Hoe los je dat op? Achteruit stappen, met je achterste been. Wat zag je mij net doen? Niet achteruit stappen. De beweging wordt veel te groot. Duwt. In plaats van gewicht nog meer, ja, naar achter. Hier, ik schuif op en ik kan hem overnemen. Niet?
lastig om te zien. Net ging het deze kant op, heel direct. En nu wordt het wel lastiger, deze kant op. Maar ik wil, het geheim is gevoel. Maar is dat geheim? Het geheim is gevoel op al. Gevoel voor je, voor de beweging van je partner, van je tegenstander. Dat probeer je te pakken te krijgen. Maar wat ik even nog wil toevoegen is, heel veel mensen die vragen al van, hey, als ik nou naar achteruit stap, dus die kracht die gaat deze kant op, ik stap achteruit. En wat voel ik dan? Dan voel ik heel veel kracht in deze arm ontstaan, zeg maar. En de kans is natuurlijk heel groot, en ik wil niet zeker niet meteen doen, dat hij los gaat laten. En daar is weer dat gevoel opbouw. Zie je? Hij drukt, ik stap achteruit, en eigenlijk, ja, hij doet het dan niet, maar eigenlijk zou hij zijn eigen los moeten doen. Hij denkt niet van, die gaat 70 niet trainen. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Van, ik kan mij gewoon lekker los maken. Wat beter is, zie je? Die afstand toch. Niet te veel ruimte tussen je partner houden. Daar wil ik eventjes toevoegen. Dus niet te veel naar achteren stappen. Op dit punt misschien dat het van voren stappen. In plaats van naar achteren. Dus dan houdt die afstand helemaal niet mooi. Zag je wat ik deed? Dus hij drukt. Hop. En hier naar voren. Niet? Ja. Oké, nog een paar keer. Dan pak ik wel iets anders. Iets van gevoel bij jou. Dat is echt van, Ik zie David is heel erg na aan het denken, leven hoor. Ik ging allemaal een beetje aan het rommelen. Die stuk perfectie die je toestreeft, dat is echt helemaal goed te doen. Laag houden. Een stukje gevoel, proberen gevoel erin te brengen. Maar ik denk dat dit is de juiste manier om te reageren op het feit dat je vastgepakt wordt. Kijk, als je een stoot krijgt, daar zit natuurlijk snelheid in. Daar hoef je niet zo gek voor te doen, maar eigenlijk doe je hetzelfde. Je reageert op dat moment op je tegenstander. He? Die stoot komt op je af en daar ga je iets mee doen. Daar hoef je voor de rest zelf niks mee te doen. Nu moet je wat vastgepakt, nu moet je zelf wel wat gaan doen. En daar wordt een heel hoop gevoel bij. Oké, nou hebben we net de kruislinks vastpakking gedaan, dan pakken we de parallele vastpakking. Ietsjes anders. Er zit natuurlijk weer druk achter. Ja? Nou, kan het zo zijn. Zou je misschien dezelfde beweging weer willen maken? Dat zou kunnen. Hè? Er zit druk erachter. Zo. Ik kan in principe een achterstap meenemen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen gaan werpen. Krijg je een hele eenzijdige beweging. Krijg je. Er zit op zich ook weer veel ruimte tussen. Als je heel veel ruimte of heel veel snelheid heeft, dan kan je dan mooi gebruiken. Zou je kunnen gaan werpen. Waar ik eigenlijk meer naartoe wil is dit. Hè, dat je gaat cirkelen. Dus druk. Hè? Ik zet hem tegen mijn lichaam aan. En hieruit kan ik hem meenemen. Ja, dus ik gebruik weer zijn kracht. Laat hem maar rust tegen je lichaam aandrukken. Dat is helemaal geen probleem. Zie je, hij drukt mij gewoon vast. En hier kan ik vrij maken. Kan ik hier uitdraaien. Toch? Ja, zeker. Ja? Dus nog een keer. Ja, kracht. Laat hem maar tegen je lichaam aanzetten, zie je. Verplaats hem in gewicht. Blijf eventueel nog één kracht eraan weer. Doorcirkelen. Zag je het verschil met hem? Ja? Proberen? De tegenstander reageren. Wat wil je hebben? Toch? Wat wil je hebben? Wat wil je dat er gebeurt? Wat Levi wil hebben dat. Ja. Levi wil? Nee, ik wil hebben dat Levi uit balans gaat. Toch? Ja. Ja, dat wil ik hebben. Hoe krijg ik mijn balans? Of zijn schouder draait omlaag, of zijn schouder draait omhoog. Eén van die twee manieren. Iets anders is het niet. Bijna niet. Iets niet echt weten. Oké, hoe krijg ik dat voor elkaar op het moment dat hij mij vastpakt? Zie je, draai ik zijn schouder omlaag. Dus op het moment dat hij niks met zijn schouderlijn doet, heeft het weinig nut om hem proberen over te nemen. Dat is eigenlijk net bij jullie gebeuren. Hè? Hij pakt vast en hij doet niks met zijn schouderlijn en jij probeert vast te pakken, onderuit te pakken, maar hij is hartstikke sterk hier op dat punt.
heeft helemaal geen nut om hier te gaan bewegen. Dus het eerste wat ik probeer te bereiken is dat zijn schouders hier omlaag draaien. Ondertussen plaats ik mijn gewicht weer en hier kan ik weer verder. En dan is even de theorie achter de parallele vastpakking. En in dit geval komt er nog even bij dat jij dus kracht gaat gebruiken. Hier, dan draait hij eronderuit en dan kan hij weer verder.